Goedemiddag iedereen en ook voor de mensen die de livestream volgen. Good afternoon everybody, also the people on livestream. I open this academic session in which mevrouw Annie Bijkerk, Miss Annie Bijkerk, will defend her academic thesis under the title Sense and Sensibility in Autologous Breast Reconstruction. I already speak English now. I announce that the ceremony will partly in English, partly in Dutch. Gedeeltelijk Engels, gedeeltelijk Nederlands, vanwege vrij buitengast en onze kandidaat is erop geprepareerd. We openen nu de sessie met een presentatie door de kandidaat over haar proefschrift en waarin ze de research die ze heeft gedaan beschrijft en een samenvatting geeft van de belangrijkste bevindingen en conclusies. En daarna begint de oppositie. Ik verzoek u nu aan die voordracht te beginnen en wens u het komende uur veel succes. En ik begrijp dat u het ook in het Engels doet of ja, alleen klopt. De dia's? Nee, ja, ik doe het in het Engels. Ook de presentatie, ja. Oké, thank you. Oké. Highly esteemed Prorector, esteemed opponents, dear family, friends and colleagues, thank you for coming today. I'm very excited to share with you the results of my thesis, entitled Sense and Sensibility in Autologous Breast Reconstruction. First, I would like to point out how large the breast cancer population actually is. Of all cancer forms, breast cancer is the most frequent form of cancer among women worldwide. In the Netherlands alone, annually almost 16,000 women are diagnosed with breast cancer, which comes down to 1 out of every 7 women during their lifetime. Breast cancer surgery can consist of removing the tumor only, known as a lumpectomy, or removal of all breast tissue, known as a breast amputation or a mastectomy. A mastectomy is indicated in 30 to 40% of breast cancer patients and negatively impacts patients' lives. To improve their quality of life, breast reconstruction can be performed, which can be done by using silicon breast implants or by using the patient's own tissue from elsewhere from the body. This is called autologous breast reconstruction. The first choice to take the tissue from is from the abdominal area, providing the deep flap. In order to make the tissue survive, the blood vessels supplying the skin and subcutaneous fat with oxygen are microsurgically attached to the blood vessels in the chest. However, not all women are eligible for this technique due to their body habitus. Therefore, alternative donor sites have been explored, such as the buttock, the back, and the inner and outer thighs. Donor site selection is depending on the physique and preferences of the patient. This is the focus of part one of my thesis, to work towards a tailor-made approach in reconstructive surgery, make new techniques more approachable for other plastic surgeons, and to inform plastic surgeons about important anatomical considerations in autologous breast reconstruction. Chapter one describes an already existing technique, but in a new light. It uses tissue from the buttock, and the conventional S-cap flap, seen on the right, is located more towards the back of the patient and therefore can only be harvested with a patient lying on the belly. To proceed with breast reconstruction, the patient then needs to be turned, which carries several risks and also prolongs the surgery time. The SC-gap makeover flap is located towards the front of the patient, and therefore it can be harvested with the patient lying on the back. The patient doesn't need to be turned anymore, speeds up the operation time, and it enables simultaneous work on both harvesting the flap and preparation of the chest for inset of breast reconstruction. Also, the dissection of the perforators is easier because they run between the gluteus maximus and medius muscles, which is a plane that's easy to find and to divide, in contrary to the conventional perforators that run through the muscles. Chapter two describes a technique that uses tissue from the other breast to reconstruct the one that was amputated, known as breast sharing. It uses the tissue that is normally discarded during a breast reduction procedure. It requires women who have a low risk of developing new breast cancer and also who have a large and residual breast. This aspect makes that these women would have needed a reductionplasty on this breast anyway.
The breast sharing technique is based on the medial perforator of the breast that supplies the medial side, which can be 180 degrees turned to reconstruct the other side. However, because the pedicle crosses the midline of the chest, patients are left with symmastia, also known as a uniboob. There is no real cleavage left, and this aspect is really hard to correct surgically. This is one of our patients operated with the breast sharing technique. Her flap was based on the medial perforator, as just stated, but also on the lateral side with the lateral thoracic artery that was clipped and then microsurgically attached to the thoracodorsal artery. The flap survived, but she was left with symmastia, for which she needed multiple correction surgeries. And nevertheless, the symmastia reoccurred after time again. To avoid symmastia, we opted to not use the medial perforator anymore and base the flap only on the lateral thoracic artery. However, because the lateral thoracic artery is hard to identify on preoperative scanning and also during surgery, this resulted in the other patients in total and partial flap loss, and therefore we found this flap to be unreliable. The patients were left with a reductionplasty on this side and received a reconstruction in another type afterwards. In chapter 3, a case is described of a patient who underwent prophylactic mastectomy and reconstruction elsewhere. She first had implant-based breast reconstruction, and breast implants can be placed over the chest muscles or underneath them, and in breast reconstruction, in general, the implants are placed underneath the chest muscles to provide better coverage of the implant. This was also the case in our patient. Afterwards, she underwent deep flap breast reconstruction on both sides, and the deep flaps were placed in the already existing pockets from the breast implants underneath the chest muscles. This resulted in flat breasts, and she was not pleased with the cosmetic outcomes. She was also experiencing breast animation deformity, which is distortion of the breast shape due to contraction of the chest muscles. In order to reduce the animation deformity and to improve her projection and to avoid damage to the vascular pedicle, we detached the chest muscles in the midline, then rerouted it around the vascular pedicle back to its anatomical position behind the flaps, and then reattached it. This resulted in more natural looking breasts with a larger projection and without breast animation deformity. So the goal of breast reconstruction is to improve quality of life of our patients. And for a very long time, the focus has been on the aesthetics and cosmetic outcomes, like shape, symmetry, and size. And we have been able to achieve aesthetically very pleasant results. But other aspects, like sensation, have not been a priority until recently. And this is a side effect women are often not prepared for, and most of all, it carries the risk to develop burns and other wounds. To improve sensory recovery, a nerve cooptation can be performed. A sensory nerve from the flap is microsurgically attached to a sensory nerve in the chest. This is the focus of part 2 of my thesis, to address breast sensibility, how it's impacted by breast surgery, what its impact is on quality of life, and how to improve this. Breast sensation was measured using the SEMS-Weinstein monofilaments. These are nylon threads that go from thin to thick, from low to high. The thicker the thread, the worse the sensation of the feeling is. The colors represent normal touch, diminished light touch, diminished protective sensation, loss of protective sensation, and deep pressure sensation only. And on the right side, you see the 9 areas that were measured in each breast. In chapter 4, we evaluated the impact of mastectomy and implant-based breast reconstruction on breast sensibility. And on the left, you see the control group, the non-operated breasts, showing normal sensation. You can already see that the operated breasts have significant less sensation than the control group, but when we split this up into the groups amputation only and breast amputation followed by implant-based breast reconstruction, we can conclude that breast implants have a significant negative impact on breast sensibility.
The protective sensation is completely lost in almost the entire breast, whilst this is maintained after amputation only. In chapter 5, we evaluated the effect of sensory nerve cooptation in a group of women undergoing breast reconstruction on both sides, but received nerve cooptation on only one side. And here you see the monofilament values, and remember, a lower monofilament value corresponds with better sensation. The black lines represent normal touch. The red lines are breasts with nerve cooptation, and the blue lines are the ones without. And what we can see is that the breasts with nerve cooptation were more likely to reach normal values and had better sensation over time in the entire breast. These results were confirmed in a larger group of women, and we see the same graph showing nerve cooptation leads to better sensation over time. Moreover, in this study, we evaluated that harvesting a sensory nerve did not compromise the sensory recovery in the abdominal area. And we identified associated factors that influence sensory recovery. The age and weight of the patient negatively affected sensory recovery, whilst a longer follow-up period was associated with a better sensory recovery. So now we demonstrated that sensory nerve cooptation leads to better sensation in the reconstructed breast. But how does this impact our patients' lives? To evaluate that, we used the BreastQ questionnaire, which is specifically designed for patients who underwent breast surgery. The higher their score, the higher their quality of life is. And here we can see that in blue are the patients with sensory nerve cooptation, and in orange, the patients without sensory nerve cooptation, that the patients with sensory nerve cooptation after 1 year after surgery had a higher quality of life than the patients without. The primary outcome in this study was the change from preoperative to 12 months postoperative, because there already was a significant difference between the two groups in patients undergoing delayed breast reconstruction. This can be explained that in this group, the patients without sensory nerve cooptation more often had a history of implant-based breast reconstruction, which we just discussed has a negative impact on breast sensibility. Patients with sensory nerve cooptation also reported that they experienced sensation as pleasantly, had a higher chance of returning erogenous sensation, and they felt that the breast was normal to their own breast. In the last chapter, we explored the sensory innervation of the female breast by blocking the nerves innervating the breast. First, we did that individually, each level separately, and thereafter, we blocked all levels together. And what we found is that the fourth intercostal nerve supplied the largest area of skin as an individual nerve, and that after individual blockage, no alteration in nipple sensation was seen. Only after blocking all levels together, we saw that the nipple sensation was impaired, suggesting a nerve plexus supplying the nipple. We strive towards a more patient-centered and tailor-made approach in which we can individualize our reconstructive plan, perfectly fitting the patient's preferences and needs. The search for alternative donor sites with minimal donor site morbidity remains challenging, but the breast trial is a great example of an innovative technique that uses lipofilling to reconstruct a whole breast. Moreover, the DBR nerves trial is currently conducted in the Maastricht University Medical Center to confirm the results found in this thesis and to provide high-level evidence which will hopefully lead to implementation of sensory nerve cooptation in autologous breast reconstruction. Lastly, although the BreastQ is currently the best tool to evaluate the quality of life after breast surgery, it is not specifically designed to evaluate the sensation in the breast and the nipples. We aim to develop a questionnaire that adequately evaluates the impact of breast sensibility on quality of life. Thank you all for your attention. I would now like to give the word back to the prorector. Dank u wel voor deze heldere presentatie, die ook duidelijk laat zien dat u een variëteit aan onderzoeken hebt gedaan.
We gaan nu de oppositie openen, die dus, zoals ik zei, voor een groot deel in Nederlands zal zijn, maar ik geloof dat twee mensen in het Engels praten, klopt dat? Nee, toch niet? Alleen Dr. Manny. Oké, dan gaan we nu verder in het Nederlands. Dat maakt het voor mij ook makkelijker. Of heb ik het fout? Nee, je schrijft het in Engels. You in English? Ja. Nee, Dr. Manny. Ja, Dr. Manny, ja, oké. The opposition will now be opened by Dr. Manny. She is plastic surgeon in Uppsala University Hospital. Thank you very much, and thank you for a beautiful presentation. I would like to start to congratulate you and your supervisors for deep loading hard work over many years that you put together in this book today. I would like to take on to your last picture there and reflect a little bit about the journey that you made so far becoming a scientist. Are there any specific areas, any specific study that you would have done differently if you were to get a second chance? Hi, esteemed opponent, thank you for your compliments and your question. I think in retrospect, if I had the possibility, I would, especially in the last study, would have wanted to examine the lateral cutaneous branches as well of the breast, because now we only evaluated the anterior cutaneous branches. With reason, as I also explained in my thesis, that it carries it's also in the operation field already, so therefore it's a logical place to be. But in the literature, there is proof that maybe the fourth intercostal nerve from the lateral cutaneous branch supply is the dominant nerve for the nipple innervation, and we are still not quite sure if that's true or not. So that's one thing I would do differently if I could, but because of the risks of a pneumothorax, we chose not to do that in this study right now. And would you use the same methods that you have been using, or would you? I'm not quite sure if that is the, well, there has been anatomical dissection studies, but also that is disputable if it's the right way to identify the nerves, because these nerves ending are also so thin, and it's hard to distinguish between them and the surrounding tissue, that I don't think that's also the right examination. But for now, I think I would do it with the same methods. Yeah. And if you were to address the next step in your area of research, what would be your study setup? How would you design it? What would be your main primary outcome, and how would you go about? Well, I helped start up the DBR nurse trial that is now conducted. So this is a randomized control trial. This is one of the aspects that is currently, hopefully, will help us to really gain the evidence we need to confirm the results that I've just found, because my studies are not randomized. We tried to keep the investigator blinded at all times, but sometimes it's not possible. If you are following a patient for over a year, then at some point you start to get to know them and you know their case, and then of course you and the patient also know which side or not is innervated or not. And I think the double-blinded randomized control trial is the big next step mm-hmm. for now. And why specifically would it be of interest to have it randomized and blind? I'm sorry, could you? Why would it be of interest to have it randomized and blind? Because when you, as an investigator or a patient, know whether or not there is a nerve coaptated, then there could be a how do you say it in English? Bias. Yes, a bias, because you are expecting a certain outcome, and then
you can anticipate on that for both patient and investigators, and also a selection bias is now averted by the randomized trial because you are not selecting your patients. It's challenging in surgery to do randomized blinded surgery trials, but it's good that it's on the plan. Yeah. You're finished? I think I'm fine. Thank you, Dr. Mani. Dan, als ik goed ben en niet weer opnieuw in de war, gaan we nu verder allemaal in het Nederlands. Ik kijk even of dat allemaal klopt. Behalve ook professor Werker. Ja. Ik ben niet de man van al die emoticons, dus ik snap dat niet meteen. De oppositie wordt nu voortgezet door professor Schmid. Zij is algemeen chirurg, maar is een bijzonder chirurg op het gebied van de mama. Maar heb ik het nog verkeerd gezegd, geloof ik? Is dat de leeropdracht? Het dekt vast de lading. Goed. Professor Schmidt. Geachte promovendus. Allereerst u en uw team gefeliciteerd met dit fraaie boekwerk met zo'n mooie layout. Zo'n boekwerk, een baan, een partner met ook nog wat heen en weer gereis, vergen, een ongekend organisatietalent. En ik voel me dan ook vereerd dat ik met u op deze dag van gedachten mag wisselen over zo'n onderwerp, zo'n proefschrift met zo'n mooie titel. Allereerst wilde ik met u van gedachten wisselen over het hoofdstuk. Ik dacht dat het 4 was, gevoel in de borst na mastectomie. Eventueel gevolgd door reconstructie met een implantaat. Ik zat te denken aan een statistische vraag. U vertelt dat u 51 patiënten hebt onderzocht en daar de resultaten van presenteert. Hoe bent u tot die power calculation gekomen? Wel, edelzeer geleerde opponent, hartelijk dank voor uw compliment en uw vraag. De power calculation, dit is een retrospectieve studie en ik heb eigenlijk gezocht in de database die al bestond. Dus de patiënten zijn wel van tevoren gevraagd of ze mochten worden geïncludeerd door mijn collega die voor mij de studies heeft opgezet. En uit die patiëntendatabase heb ik geselecteerd welke vrouwen aan één zijde een reconstructie hebben ondergaan. En dan of een amputatie hebben ondergaan en dan een reconstructie met dieplap. En dan alvorens, dus alleen de preoperatieve metingen zijn meegenomen in deze studie. Want deze vrouwen zijn eigenlijk geselecteerd voor het effect van zenuwaansluiting voor een dieplap borstreconstructie. Ja, dat snap ik dus. Maar ik zat dus te denken, hoe bent u tot dat aantal gekomen? En ik dacht, u hebt een heel gekwalificeerd iemand in het promotieteam. En ik zag iets van een stelling. Ik dacht, hebt u ergens iets van onderbouwing? Voor deze studie is met name eigenlijk het aanwezige aantal patiënten, het maximale aantal patiënten wat we konden includeren, is geïncludeerd. Dus daar is geen power calculation voor geweest. Okay. En zou dan iemand misschien stelling 10 kunnen voorlezen? Stelling 10 was het. Ja. Clinical relevance is equally as important as statistical significance. Sander van Kuik. Wat vindt u al van die stelling? Ja, ik ben het daar wel mee eens. Want de statistische significantie zegt eigenlijk vooral iets over de betrouwbaarheid van de resultaten die gevonden zijn. Maar de klinische relevantie geeft echt aan wat voor impact iets heeft op de kliniek. Ja, dus lijkt mij dat 51 patiënten wel prima waren in dit onderzoeksvoorstel, toch? Ja. In ieder geval voor een proof of concept wel. Heel goed. Een korte volgende vraag. U relateert in de inleiding van dat hoofdstuk aan quality of life. U zegt gevoel is gerelateerd aan quality of life. In de borstkankerchirurgie dachten we ook dat lymfoödeem heel erg gerelateerd was aan kwaliteit van leven. Dat bleek niet zo te zijn. Dus heel veel lymfoödeem bleek kwaliteit van leven niet heel erg te beïnvloeden. Hoe zit dat bij deze patiëntengroep? Sorry, maar kunt u de vraag misschien op een andere manier stellen? Hoe zit het bij deze patiëntengroep? Beïnvloedt het heel erg het verlies aan gevoel of juist veel meer gevoel? Hoe beïnvloedt dat kwaliteit van leven? Nou, dat is op dit moment dus ook nog niet heel goed te evalueren, omdat er nog niet een gevalideerde vragenlijst voor is.
Maar wat we zien, we hebben nu het domein physical well-being of the chest gebruikt voor het evalueren van de kwaliteit van leven. En we zien duidelijk een verschil in kwaliteit van leven na 1 jaar met vrouwen die wel een zenuwreconstructie hebben gehad, vergeleken met vrouwen die dat niet hebben gehad. En we verwachten dat dat eigenlijk, als je langer de patiënten zou opvolgen, dit verschil ook groter zou worden. Een van mijn andere voorgaande collega's, Anouk Cornelissen, heeft ook een kwalitatieve studie gedaan met vrouwen die niet geopereerd zijn en gevraagd wat het gevoel in de borst voor die vrouwen nou eigenlijk betekent. En daaruit kwam dat ze vooral het gevoel van vrouwelijkheid hebben, maar ook het gevoel van functionaliteit, dat ze zich veilig voelen door een door het feit dat ze goed gevoel hebben in hun borst, omdat ze weten op het moment dat er iets mis zou zijn. Dus op het moment dat het gevoel kwijt is, dan voelen ze zich niet meer veilig. En dat is wel een grote invloed op de kwaliteit van leven. Dank u. Mag ik nog een korte vraag stellen? Een oudere collega van u zei laatst dat het oncologisch chirurg afhankelijk was, dat gevoel, na een operatie, na een mastectomie versus whatever. Wat is uw visie daarop? En ik moest daarbij denken toen ik ook de discussie las over hoe een implantaat mogelijk gevoel zou kunnen beïnvloeden. Dat de oncologisch chirurg ook van invloed is op het uiteindelijke gevoel. Ja, ik denk dat de samenwerking met name tussen de oncologisch chirurg en de plastisch chirurg heel erg belangrijk hierin is. Op het moment dat ook de oncologisch chirurg zich bewust is van het feit waar de zenuwen lopen en de anatomie van de zenuwen en welke zenuwen eventueel wel of niet kunnen worden gebruikt voor zenuwaansluiting of belangrijk zijn in het herstel van gevoel in de borst, huid of de tepel. En als we kunnen proberen die zoveel mogelijk te sparen tijdens een borstamputatie, je bent als plastisch chirurg uiteindelijk ook dan afhankelijk van wat er soort van achtergelaten wordt na een borstamputatie waarmee je verder moet werken. En ik denk dat het een verantwoordelijkheid is van zowel de oncologisch chirurg als de plastisch chirurg om daar de beste uitkomsten te behalen. Ja, dat denk ik dus ook. Ik voel me ineens helemaal medeverantwoordelijk. Dan geef ik nu het woord terug aan meneer de projector. Dank u wel, professor Smit. Dan wordt de oppositie voortgezet door dokter Krubbe. Hij is een neurochirurg aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Hij was lid van de manuscriptbeoordelingscommissie. Dokter Krubbe. Dank u wel. Geachte kandidaat, mijn complimenten voor het proefschrift. Goed werk, mooi werk. Ook nog mooi vormgegeven. En eveneens complimenten voor het begeleidend team. En toen ik begon te lezen, en dat doen we altijd van voor naar achter, dan begin je al vrij snel te merken hoe iemand in de wedstrijd zit. Dat doet u al voor de inhoudsopgave met de uitspraak semper ad meliora. Hetgeen betekent altijd onderweg naar beter. De volledige Latijnse uitspraak is semper ad meliora et ad majora. Hetgeen betekent altijd onderweg naar beter en groter. Maar met de omissie waarvan ik denk dat die bewust is, geeft u voor mij aan dat u vooral de voorkeur hebt voor de reconstructieve zijde van de plastische chirurgie en niet de esthetische. En dan lees ik op pagina 19 iets wat me vanuit die achtergrond enigszins verbaast. Lijkt misschien een inkopper, maar er staat geen referentie bij, dus ik ga je er wel naar vragen. Op pagina 19 schrijft u in de introductie: "The abdomen is a troublesome area for women in general because of excessive subcutaneous tissue." Ik had het ad meliora gedeelte begrepen. Waarom is dit een probleem? Geleerde opponent, hartelijk dank voor uw complimenten en uw vraag. Het is bekend dat vrouwen zich wel vaak storen aan het buikje wat ze hebben. En daarom wordt er dus ook vaak een buikwandcorrectie uitgevoerd in de esthetische chirurgie. En dit is nou precies het weefsel wat normaal gesproken tijdens zo'n buikwandcorrectie wordt verwijderd. Het wordt ook wel eens gezegd dat je 2 vliegen in 1 klap slaat. Ook door patiënten zelf, want ze zijn vaak blij dat ze en een buikwandcorrectie kunnen ondergaan en een nieuwe borst kunnen krijgen. Ja, nou, dat laatste vanuit de reconstructieve kant kan ik snappen. Ik was namelijk, toen ik ging zoeken op tummy tuck, voor mij een onbekende term, vond ik met de toevoeging women 16 miljoen hits op Google en met de toevoeging men 4 miljoen hits. Dus toch wel een duidelijke asymmetrie. En de reden waarom ik erop inga is, u schrijft het is een probleem voor vrouwen. Ik vroeg mij af, is dit niet een probleem voor mannen? Hebben wij niet een bepaald schoonheidsideaal en is de oplossing niet een maatschappelijke actie in plaats van een medische actie? En zijn we die een probleem met medicaliseren, waar de plastische chirurgie, met name de esthetische variant, flink wat garen bij spint, maar zoeken we de oplossing niet in de verkeerde richting? En met deze plomp geplaatste uitspraak
zou u kunnen bijdragen aan een legitimatie van het medicaliseren van dit probleem, wat volgens mij niet medisch is. Wat vindt u daarvan? Ik denk dat u gelijk hebt dat er een bepaald schoonheidsideaal wordt neergezet, waarbij met name door sociale media dus wordt verwacht dat je overal strak en slank en dun bent. Maar met het ondergaan van een dieplap borstreconstructie denk ik dat je behalve daar mogelijkerwijs aan bijdraagt, wel ook heel veel bijdraagt aan de bevordering van de kwaliteit van leven. Er zijn zelfs vrouwen die heel slank binnenkomen op het preoperatieve gesprek en zeggen, oké, maar als ik niet genoeg vet heb, dan ga ik nu gewoon eerst 10 kilo aankomen, want ik wil heel graag op deze manier mijn borstreconstructie ondergaan. Oké, nou dan denk ik dat we daar vanuit de reconstructieve zijn een goede oplossing hebben gevonden en zou ik de opmerking vanuit de esthetische kant willen vergeten. Dan wil ik graag doorbladeren naar pagina 91, maar maak een korte tussenstop op pagina, even kijken, 49. Figuur 7a in het bijzonder. Waar ik benieuwd was naar de lenigheid van de plastische chirurgen. Ik zag in uw cv dat u ook artistieke belangstellingen hebt. Glasblazen komen we dadelijk op terug, maar we gaan nu even naar tekenen. Als ik de perspectieflijnen van figuur 7a doortrek, zit de chirurg op de grond. Waarom zit dokter Tuinder bij het uitvoeren van deze ingreep op de vloer van de operatiezaal? Ze zit zeker niet op de vloer van de operatiezaal, nee. Maar ze zit wel echt lager dan wanneer ze dus de SC-gap makeover flap doet. Omdat ze moet onder de gluteus maximus kijken. Ze moet die echt optrekken. Uh-huh. Dus dat is misschien niet helemaal correct in de ware verhoudingen afgebeeld, maar ze zit zeker lager dan wanneer ze de SC-gap makeover flap doet, omdat ze echt gebruik kan maken van de zwaartekracht, waarbij de lap dus naar beneden valt, want je gaat hem van ventraal naar dorsaal eigenlijk dissecteren, in plaats van craniaal naar caudaal, wat je bij de S-gap, de conventionele S-gap flap deed. En je valt dan eigenlijk als het ware in het septum. Goed. Indien van de prorector mag, zou ik nog een kort uitstapje willen maken richting pagina 91. Heb ik daar nog tijd voor? Ja, ja dan gaan we. Oké, nou dan gaan we uw glasblazerskwaliteit voor deze afronden en geef ik het woord terug in de prorector. Dank u wel, dokter Kubbe. Er wordt nu de oppositie voorgezet op professor Moreau. Hij is plastisch chirurg en met als leeropdracht oncologische reconstructieve chirurgie aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Ja, dank u wel, meneer de prorector. Ook van mijn kant van harte gefeliciteerd, ook voor uw begeleidingsteam met het mooie werk. En ik was ook, behalve de inhoud, ook erg gecharmeerd van de vormgeving en de mooie fotografie en de kunstwerken in het proefschrift. Maar we moeten het toch even over de inhoud gaan hebben. En daarvoor zou ik eerst naar hoofdstuk 6 willen. Dat is een van de hoofdstukken waar u het effect van neurotisatie van dieplappen heeft bestudeerd op het terugkeer van gevoel. En dat is ons allemaal duidelijk nu dat dat positief is. En u hebt in dit hoofdstuk ook gekeken naar een aantal factoren die daarvan invloed op zouden kunnen zijn, positief dan wel negatief. En u vond toch wel iets heel opmerkelijks, wat mij verbaasde. U vond geen effect op de mate van reneurotisatie van het eerder hebben ondergaan van radiotherapie, maar u vond wel een effect van het ondergaan hebben, of het wel na de reconstructie nog ondergaan van chemotherapie op neurotisatie, en wel een negatief effect, als ik het goed heb begrepen. Hoe verklaart u dat verschil in effect? Pagina 161. Sorry. Ik zal u even helpen. Zeg ik dat goed in de discussie? Terwijl u tabel 4 discussieert, trek ik mij even terug, want ik ben snel weer terug hier. Maar ik moet... Dus tabel 4, hè? U vindt bij de multivariate analyse een effect van chemotherapie met een estimate van 0,437. Maar geen effect van radiotherapie op wel of niet terugkeer van gevoel op
met name dus de natieve huid en niet zozeer op de dieplap. Heeft u het nu over tabel 7? Of? Tabel 4. Oh, tabel 4. Bladzij 152, hoofdstuk 6. En ja, u geeft in de discussie, ik zal u een beetje op weg helpen, een verklaring dat bij de radiotherapie er veel meer huid wordt geëxcideerd en dat de huid dus beschadigd is door de radiotherapie, de eerdere radiotherapie dus, voor de reconstructie. En daarmee dus dan ook de beschadigde zenuwtjes in de huid. Ja. Maar ik volg het niet helemaal. En, want ik zou verwachten dat het effect van radiotherapie verder gaat dan een nadelig effect op de huid. Wel edelzeer geleerde, opponent, hartelijk dank voor uw complimenten en ook deze vraag. Daar heeft u absoluut gelijk in, de radiotherapie effect gaat zeker verder dan alleen de huid. Ja. Maar dit is inderdaad met name bij vrouwen die een secundaire borstreconstructie ondergaan. Vaak omdat ze dus radiotherapie hebben moeten krijgen. Bij het wegnemen van het aangedane weefsel verplaats je dus ook met de dieplap dus meer goed weefsel waarbij je verwacht, en we hebben ook gezien dat een zenuwaansluiting een groter effect heeft of een groter, beter effect op het herstel van gevoel in de huid van de lap. Het is ook significant in de huid van de borst, de natieve huid van de borst, maar beter in de huid van de lap. Dus als je meer huid van de lap toevoegt op het moment dat er een secundaire borstreconstructie is waarbij je het weefsel wat eerder aangedaan is door radiotherapie weghaalt, verwacht je daar dan dus. Maar je sluit de lap aan op een zenuw die bestraling heeft gehad. En daarmee zou die zenuw in ieder geval in theorie zijn regeneratief potentieel deels kwijtraken, in ieder geval minder. Maar dat heeft dus kennelijk niet zo'n effect. Terwijl je dat van chemotherapie, daar weten we van dat je er polyneuropathie van kan krijgen. Dat het dus wel heeft. En daar vindt u het effect dus wel. Dus dat snap ik eigenlijk dus niet zo goed. Omdat het met name ook over die natieve huid gaat. Hè? Want je hebt dan toch de natieve huid die er nog wel was bij die uitgestelde reconstructie onderzocht op terugkeer van gevoel. Bij een uitgestelde reconstructie dus ook. Dat is misschien wel een heel goed onderwerp voor toekomstig onderzoek. Dat klopt, om te kijken hoe het weefsel zodanig beschadigd is. Ja. En eventueel ook bestraalde zenuw vergelijken met een niet bestraalde zenuw. Oké, ja, ik wou dit stukje even hierbij laten. Dan wil ik ook naar hoofdstuk 7 over de kwaliteit van leven. En u hebt gekeken naar het effect van neurotisatie op kwaliteit van leven. En u hebt daarvoor alleen de chest well-being schaal, de physical chest well-being schaal gebruikt. Waarom hebt u alleen deze schaal gebruikt en niet de hele BreastQ? De andere domeinen van de BreastQ score bevatten geen vragen. Die gaan over het gevoel in de borst. En ook zelfs dit domein wordt voornamelijk overschaduwd door bijvoorbeeld negatieve aspecten zoals pijn in de schouder. Dus het is niet een volledig. Maar hoe zou u kwaliteit van leven willen omschrijven? Dat is heel lastig, want het is een ontzettend subjectief en arbitrair concept en het is voor iedereen anders. Er zijn niet eenduidige definities over kwaliteit van leven. Ja, maar het is denk ik wel ietsjes breder dan de gevoelens die je zeg maar in je borstgebied ervaart, denk ik. Klopt, zeker. Ja. Dus met andere woorden, kijk, u hebt nu alleen heel erg gefocust op dat gebiedje. Ja. En dan in uw smaak nog niet eens specifiek genoeg, hè, want u stelt voor om een nog specifiekere schaal te gaan maken, heel erg op gevoel. En daarmee doet u uitspraken over de kwaliteit van leven in zijn algemeen. Vindt u dat niet een beetje, dat je wel heel nauw kijkt naar één klein dingetje en dan uitspraak doet over iets wat veel breder is? Nou, dus met andere woorden, heeft het nou echt een positief effect op de kwaliteit van leven in zijn algemeenheid? Want dat hebt u volgens mij niet aangetoond. Misschien met de huidige BreastQ-score nog niet. Maar wat we wel zien, kijk, we zagen ook in de grafieken die ik zojuist heb laten zien, dat in de directe reconstructies de kwaliteit van leven voor operatie in de vrouwen zonder en met zenuwaansluiting gelijk was. En ook na de operatie gelijk naar beneden ging in de eerste 6 maanden. En daarna ging de groep de vrouwen zonder zenuwreconstructie wel weer omhoog, maar niet zo snel ten opzichte van de vrouwen met een zenuwreconstructie. En ons
ja, onze hypothese is dat de eerste 6 maanden eigenlijk het effect is van de operatie zelf. Mm. En dat je daarna pas... Ja, dat heb ik gelezen in de discussie. Ja, oké. Maar ik zou eigenlijk, ja, ik denk ook, ik weet niet, die trial die nu loopt, hè, die RCT, of misschien moet er daarna nog maar eens een trial komen, dat we toch iets breder gaan kijken. Gewoon naar, dat geldt dus voor alle kwaliteit van leven onderzoek, naar welke medische interventie dan ook. We gaan steeds gefocuster kijken, omdat we, ja, dan meet je effecten voor dat hele kleine stukje. Maar... ik wil ook niet zeggen dat het geen zin heeft om een innovatie te doen. Alleen, ik vraag me sterk... kwaliteit van leven van een vrouw is meer dan gevoel in de borst. Dat is eigenlijk het punt wat ik wil maken. En het zou mooi zijn als het wel zijn weerslag heeft op de algemene kwaliteit van leven. Zoals wellicht ook die kwalitatieve studie die u net aanhaalde, lijkt te impliceren. Dat vrouwen zeggen van als ik gevoel heb, dan heb ik een beter gevoel over mijn borst. Een veiliger gevoel, want ik weet... Ik denk makkelijker te voelen wat daar zich afspeelt. En dat geeft me in ieder geval een zeker gevoel. Dus het zou mooi zijn als dat in de algemene kwaliteit van leven ook zijn weerslag zou krijgen. Meneer de prorector, heb ik nog ruimte voor een vraag? Nou, voor de afspraken die we gemaakt hebben, bent u er doorheen. Oké, nou dan geef ik graag het woord terug en dan gaan we het op een ander moment wel verder zetten. Dank u wel. Dank u wel, professor Bro. Dan wordt nu de oppositie voorgezet door professor Werker. Hij is plastisch chirurg in hoogleraar plastisch chirurgie in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij was lid van de manuscript beoordelingscommissie. Professor Werker. Dank u wel, meneer de prorector. Mevrouw de promovendus, ik sluit mij aan bij alle mooie woorden die al gezegd zijn over uw boek. En feliciteer natuurlijk ook uw hele team. Maar ik wil het verder kort houden. Want er is een heleboel te bediscussiëren wat mij betreft. Ik wil beginnen met hoofdstuk 4 en dan kijken we wel hoe ver we komen. Omdat ik ben geïntegreerd door dat reinnerveren van de lappen. Dus daar wil ik een aantal vragen over stellen. In de inleiding van hoofdstuk 4 schrijft u op pagina 92 een zin. Ik kan hem niet helemaal precies letterlijk herhalen. Maar u zegt in ieder geval dat autologe borstreconstructie de standard of care geworden is in borstreconstructie. Waarop baseert u die uit? Drukking of die stelling eigenlijk? Wel, edel zeer geleerde opponent, hartelijk dank voor uw mooie woorden en uw vraag. Uitspraak is gebaseerd op het feit dat de vraag naar autologe borstreconstructies steeds aan het groeien is. En dat heeft verschillende redenen, onder andere dat de implantaten de laatste tijd nogal negatief in het nieuws zijn. En veel vrouwen zijn daarvan geschrokken en hebben nu... die al een borstreconstructie met implantaten hebben, de vraag om toch een reconstructie met eigen weefsels te ondergaan. En daarbij is aangetoond dat autologe borstreconstructie leidt tot een betere kwaliteit van leven ten opzichte van een implantatenreconstructie. Dat snap ik allemaal, maar als ik naar de getallen kijk, en je hebt het over 2017, dan zijn er 2000 vrije lappen gebeurd en 11.000 implantaten in 2017. Dus ik vond het numeriek niet helemaal kloppen. Bent u het daarmee eens? Met de rest van uw argumentatie ben ik het overigens eens. Ben ik een groot voorstander van autoloog, maar op het moment dat u het schreef, had u het bij mij, was het niet langs de review gekomen, zal ik maar zeggen, okay. Met het artikel. Goed, dat was een kleinigheid. Ik wil graag met u verder over het testen van de sensibiliteit met die Simmons-Weinstein monofilamenten. U legt op pagina 93 uit dat u dat doet in een liggende positie, wat ik natuurlijk goed begrijp. Maar heeft u nog een periode gewacht voordat u feitelijk begon met testen, nadat u vrouw had laten liggen? Of bent u meteen begonnen met testen? En heeft u gekeken wat de invloed was van tijd op het resultaat? Of denkt u dat het niet uitmaakt? En dan bedoelt u de tijd dat zij in de onderzoeksruimte zijn en daar liggen? Ja. Vrouwen waren vaak op een controle bij de operateur. En ze waren dus al uitgekleed en onderzocht en hadden al besproken hoe het verdere beleid zou zijn. En daarna kwam ik eigenlijk om het onderzoek van het gevoel te doen.
De reden dat ik het vraag is, met name bij de wat zwaardere borsten zou ik me kunnen voorstellen dat de sensibiliteit craniaal beter is dan caudaal, waar het meeste gewicht hangt. En dat dat verandert als een vrouw ligt. Dat als een zware borst naar de zijkant schuift, dat er misschien wel wat meer aan de zenuw getrokken wordt en dat dat de sensibiliteit beïnvloedt. Ik zie dat overigens niet terug in de figuur, hè, nee. Waarbij het zo'n beetje 2,36 tot 2,83 is. Maar hebt u daar iets van gemerkt? Want ik heb geen opsplitsing eigenlijk gezien van de uiteindelijke waarde gecorreleerd aan het BMI of het gewicht of de cupmaat of iets dergelijks. Nee, daar heeft u gelijk in. Daar hebben we ook niet in deze onderzoeken specifiek naar gekeken. Wel hebben we dus gezien dat het gewicht van de patiënt van invloed is op herstel van gevoel. Maar de cupmaat hebben we daarin niet meegenomen. Dat is misschien iets voor de toekomst om wel te doen. Oké. Dan viel het mij ook op dat het is een subtiel verschil. Ik weet niet of het significant is. Dat moet eigenlijk uw co-promoter zeggen. De sensibiliteit van de tepel die kwam uit 2,83 en de rest van de borst, normale borst, op 2,36. Dat vond ik eigenlijk verrassend. Ik had gedacht dat de tepel het gedeelte was wat het meest gevoel zou hebben en dus ook het meest gevoelig zou zijn. Daar heeft u ook zeker gelijk in. Dus dit was ook iets waar wij zelf initieel verbaasd over waren. Want de tepel heeft inderdaad een hele belangrijke rol in het gevoel van de borst van de vrouw. Mijn andere collega Job Beugels heeft ook al functionele MRI-studies gedaan, waarop hij op de sensorencortex laat zien waar de borst is afgebeeld. Dan zien we dat de tepel het grootste gedeelte eigenlijk van die locatie ook bedekt. Maar waarschijnlijk, en dat is een hypothese maar nog niet bevestigd, is dat omdat de tepel een ander soort gevoel geeft, een meer een erogeen gevoel, dan gewoon de aanraking van de huid van de borst, waarbij het tactiel gevoel dus een ander soort gevoel oproept. Maar dat is nu niet bewezen of bevestigd. Oké, interessant. Dan eventjes naar 105, dat is de discussie van dat hoofdstuk. Daar geeft u drie redenen aan voor de verminderde sensibiliteit na implantatie van een prothese. De tweede en de derde, dus de druk op zenuwuiteinden en de tissue expander, die kan ik volgen, maar de schade aan de takken van de zenuwen onder de PM niet. Kunt u me dat eens verder uitleggen hoe dat zit? Ik heb Wat zei de 105? Ja, ik heb het gevonden, dank u wel. Nee, ik denk dat dat ik niet hiermee bedoel dat de zenuwen onder de pectoralis major beschadigd zijn, maar dat het implantaat wat bovenop de pectoralis major ligt, de zenuwen die van onder de pectoralis major komen, voorkomt om door te groeien in het weefsel en in de huid. Het is een. Nou, volgens mij klopt dat anatomisch niet. Want de zenuwen en ook de bloedvaten die komen over het algemeen in de spieren en gaan naar de huid op de plekken waar het veilig is om te passeren. Ja. Dus volgens mij zijn er eigenlijk geen zenuwen die op die plek dwars vanuit de intercostaalruimtes oversteken naar de spier en dan naar de huid. Of hebt u daar andere gedachten over? Bij het uittreden van de anteriore takken van de zenuwen tussen de intercostaalruimtes. Maar dat is helemaal mediaal, dat is vlak naast het sternum. Ja, waar ook de anastomose van de zenuwen van de vaten wordt gemaakt. En als je daar een implantaat overheen legt, dan kan daar toch in mijn ogen eigenlijk niet echt iets doorheen groeien. Ja, maar ik geloof niet dat het implantaat zo ver naar mediaal komt. Maar dat is misschien een verschil van inzicht. Okay. Ik kijk even naar de prorector. Mag ik nog verder of is het klaar? Goed, dan zeg ik nog één dingetje. Stelling 4. Zou een van de paranymfen die nog eventjes heel snel kunnen voorlezen? Stelling 4 zei u. The fourth intercostal nerve of the anterior cutaneous branch should be used as a recipient nerve in sensory nerve coaptation. This thesis. Dank u wel. Dat is nou ook wat, want in al uw onderzoeken is de tweede en de derde zenuw gebruikt. Dat klopt inderdaad. Dus is dat nou helemaal fout? Of is misschien uw stelling wel helemaal fout? Want is het zo dat de projectie van de huid, die weliswaar het grootste is van de vierde intercostale zenuw, is dat relevant of is niet relevant?
Want u hebt ook ergens aangegeven dat het gebied van huid wat je inbrengt, dat dat in wezen bepaalt hoe de gevoelsontwikkeling is. Dat klopt inderdaad. Het gevoel in de huid van wat je inbrengt wordt beter hersteld ten opzichte van de natieve huid van de borst. Maar wat we ook hebben gezien is dat als je het huideiland in directe reconstructies aanraakt, geven vrouwen het vaak aan op de plek waar in ons onderzoek de tweede intercostaalzenuw de huid van gevoel voorziet. En die is dus gebruikt voor aansluiten van de zenuw. Dus onze hypothese is dat eigenlijk de ontvangers, zenuw, de recipient nerve, verantwoordelijk is voor waar het gevoel in de hersenen wordt ontvangen als zijnde in de borst, de locatie in de borst. Ik geef het woord terug aan de prorector, dank u wel. Dank u wel, professor Werker. Dan wordt nu de oppositie voortgezet door professor De Haan. Hij is radioloog, interventieradioloog en met name op het gebied van de gewone interventie en cardiovasculaire. Hij is vandaag secretaris van deze commissie. Professor De Haan. Ja, dank u wel, meneer prorector. Geachte mevrouw de promovendus, van harte gefeliciteerd. Ook het team wil ik hierbij feliciteren. Maar omwille van de tijd ga ik maar snel door naar de vraag. Er zijn maar weinig raak van uw specialisme met dat van mij, maar toch ga ik dat toch daar een beetje op inhaken. Al sinds mensenheugen dus wordt er in Maastricht MR-angiografie gedaan voorafgaande aan een deep lab of wat voor reconstructie dan ook. En dat op zich is dat prima, dat vind ik ook leuk. Er zijn ook verschillende publicaties uitgekomen. Maar in uw hoofdstuk, voor mij is het 2 of 1, zegt u op pagina 38 dat de septicutane perforatoren ook te zien zijn met een handheld echo-machientje van een paar euro. En ik vraag me dan af, is het dan nog wel in het kader van efficiënt werken en kostenefficiëntie, is het dan nog wel nodig om een MRI te doen? Een MRI is €1500 denk ik snel, als je dat dan toch al met een echo-machientje kan zien, kan je daar niet meer volstaan. Wel, edelzeer geleerde opponent, hartelijk dank voor uw vraag en uw compliment. Dat is een goede vraag, inderdaad, omdat we wel natuurlijk steeds meer kosteneffectiviteit belangrijk ook vinden. Maar de MRI helpt ons ontzettend of de MRA eigenlijk, in de preoperatieve planning van een operatie. We willen precies weten waar we wat kunnen verwachten, of er andere collateralen zijn die we eventueel moeten klippen of kunnen gebruiken. Het helpt ons ook voor een eventuele tweede keuze te plannen, mocht het onverhoopt toch niet lukken om tijdens een operatie. U begrijpt dat ik daar heel blij om ben om dat te horen. Even daarop voortbedurend. Even een tussenvraag. In meerdere van die studies die u zegt, geeft hij heel specifiek aan dat patiënten niet meer actief roken. Dat kan ik me voorstellen als je het hebt over vaatpatiënten. Is dat relevant voor deze patiëntengroep? Nou, eerder is wel aangetoond dat roken ook een negatief effect heeft op het gevoel. Dus dat is in ieder geval iets wat we sowieso wilden uitsluiten. En eigenlijk al onze patiënten worden gevraagd om te stoppen met roken in het kader van de borstreconstructie en de vasculaire anastomose. Dus het is, behalve dat het noodzakelijk is voor de borstreconstructietechniek, ook fijn dat we weten dat dat in ieder geval geen bias heeft opgeleverd voor onze uitkomstmaten. Oké, nou weer even terug naar de MRI. In hoofdstuk 1 weer geeft hij aan het gemiddeld gewicht van een flap tussen 370 en 1000 gram ligt. Dat vind ik vrij fors, maar daar kan ik me wel van alles bij voorstellen. Als je dan ook kijkt naar de patiënt op pagina 44, dan valt het mij op dat het volume van de flap onvoldoende werd ingeschat. Tenminste, als onvoldoende werd ingeschat en bij de operatie meer dan voldoende bleek te zijn. Dus het volume van de flap is nogal afhankelijk van de persoon en van de reconstructie die naast heeft. Is er iets met MRI te verzinnen waarop je dat flapgewicht al van tevoren kan bepalen? Ja, misschien wat we voor nu ook op een klein deel in hetzelfde hoofdstuk hebben geëvalueerd is de subcutane projectie, waarin je kan zien dat de SC-gap makeover flap eigenlijk de grootste subcutane projectie heeft ten opzichte van alle andere lappen of donorsites die we hebben geëvalueerd.
Dat kan een indicatie geven van hoe groot de lab ongeveer kan worden, maar voor een precieze inschatting vind ik het lastig om te zeggen of dat met een MRI kan. Daar weet u vast meer van dan ik. Ik denk dat het wel kan. Maar goed, voordat ik al het gas voor de voeten van mijn geachte collega Nuits weg aanmaai, wil ik graag het woord teruggeven aan de project. Dank u wel, professor De Haan. En dan is inderdaad, zoals gezegd, professor Nuits aan de beurt. Hij is oogarts, hoogleraar hoornvliestransplantatie en refractiechirurgie aan deze universiteit. Professor Nuits, en ik ben natuurlijk benieuwd wat die in te brengen heeft op dit gebied. Ja, dank u wel, meneer de prorector. Natuurlijk een beetje vreemde eend in de bijt. Ik wil me aansluiten bij alle complimenten die u gekregen heeft vandaag voor het mooie boekje. En ook gaan die uit natuurlijk naar het team. Laat ik me maar vooral op de toekomst richten, waar u een paar woorden aan gewijd heeft in uw boekje. In mijn vakgebied, de coronaire transplantatiechirurgie, maken we tegenwoordig al gebruik, klinisch, van stamceltransplantaties voor cornea epithel en ook voor cornea endothel. En ik had mij door al die hoofdstukken heen geworsteld met alle afkortingen, toen ik zag dat inderdaad bij de General Perspectives ineens het woordje stamceltransplantaties tevoorschijn kwam. En ik vroeg mij af, en ik hoorde in de introductie dat er al wat gebeurt. Wat kunnen wij dan van verwachten in uw vakgebied? Hoe gaat u die adipose-derived stem cell transplantations, want dat is natuurlijk uniek om het mooi customized te maken voor iedere vrouw. Hoe gaat u dat combineren met de sensatieproblematiek en de neurotisatie? Gaan we dan allergene nerves transplanteren of hoe stelt u zich dat voor? Wel, edel zeer geleerde opponent, hartelijk dank voor deze vraag en uw mooie woorden. Dat is inderdaad iets wat jammer genoeg niet binnen de scope van deze thesis viel, maar wel iets wat ontzettend interessant zou zijn om in de toekomst te evalueren. Maar je hebt er vast heel goed over nagedacht, toch? Ja, absoluut. Ik zou heel graag willen evalueren wat het gevoel is in vrouwen die een borstreconstructie middels alleen lipofilling zouden krijgen, omdat we weten dat de stamcellen inderdaad een positief effect hebben op de regeneratie en zich kunnen ontwikkelen in allerlei soorten cellen, waaronder dus ook zenuwcellen. Ik zou dat heel graag wel willen onderzoeken, maar dat heb ik nu niet. Zijn er ook nog risico's aan die techniek? En ik denk dan dat er bepaalde genetische connecties zijn natuurlijk met borstkanker, als we autologe transplantaties gaan uitvoeren. Dat klopt. Er is inderdaad ook heel lang eigenlijk geen goedkeuring geweest om volledige borstreconstructies met alleen lipofilling te doen, omdat die vrouwen toch al een verhoogd risico hebben op een borstkankerontwikkeling. Omdat ze dat eerder hebben gehad en dus ook de stamcellen zich kunnen ontwikkelen tot maligne cellen. En nu is in het kader van, tenminste dat is door weer een andere voorgaande promovendus op onze afdeling uitgezocht in een grote meta-analyse, dat het lipofillen van een borst waar voorheen een maligniteit heeft gezeten niet leidt tot een verhoogd risico op het opnieuw ontwikkelen van een maligniteit en dus veilig is om te gebruiken voor een volledige borstreconstructie. Mm-hmm. En kunt u ook iets vertellen over de duur? Wat kunnen we verwachten? Hoe lang dit persisteert, het effect? Of moeten we bang zijn voor vetnecrose en dat soort zaken bij deze technieken, zodat het effect afneemt op termijn? Dat vind ik. Nou, de vraag was al gesteld, dus dan mag u ook de vraag beantwoorden. Okay, heel kort. Ja. Bij lipofilling van de borst wordt altijd overvuld, eigenlijk omdat je ook verwacht dat minimaal de helft van je gevulde volume weer zal geresorbeerd worden. En er kan inderdaad ook vetnecrose optreden, wat vaak, als dat zo is, ook chirurgisch weer verwijderd wordt in een andere sessie. Want er zijn meerdere sessies nodig voor het lipofillen van een volledige borstreconstructie, minimaal 4. Dus het effect, als het eenmaal er is, dat is na 6 weken... wel zichtbaar. En dan ga je ook niet meer verwachten dat er meer vet nog geresorbeerd gaat worden. En dat is het definitieve volume. Ik dank u hartelijk. Ik ben tevreden met de antwoorden. En geef het woord graag terug aan de prorector. Dank u wel. Dan is hiermee de gelegenheid voor de verdediging van uw proefschrift voorbij. De commissie gaat zich terugtrekken voor beraad. En ik verzoek u en uw gezelschap de uitkomst van het beraad en onze terugkeer hier af te wachten.
Mevrouw de Pommervenda, de commissie heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en over de wijze waarop u dat heeft verdedigd. En op grond van haar positief oordeel over beide en verder gelet op de vroeger door u afgelegde academische examens, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar Van der Huls is gemachtigd u met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van de wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan? Eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Dat beloof ik. Dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik u hierbij en die bijkerk tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen, wat een zucht, die eraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul, door rector, secretaris en de leden hier van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Lieveni, een paar jaar geleden ben jij vanuit het noorden naar Maastricht gekomen. Speciaal voor ons onderzoek. Dit vond ik al best bijzonder. En dan op een dag kwam je mijn kantoor binnenlopen en vroeg je of ik een extra projectje voor onderzoek had voor jou. Heel bescheiden, met een trillende stem. Toch wist je heel goed wat je van mij wilde. Exact op dat moment wist ik ook wel wat ik van jou wilde. Ik wilde dit geweldige boekje dat je vandaag zo goed verdedigd hebt. We hadden gelukkig al de belangrijke steun van Kankeronderzoek Fonds Limburg. En zo, 1, 2, 3, werd jij mijn PhD. Je kwam definitief onder mijn vleugels om onderzoek te doen. En met name in het begin heb ik je leven best moeilijk gemaakt. Maar tja, om te leren vliegen moet je soms ook een beetje hard zijn. Mijn excuus is als hier en daar toch een tikkertje te hard ben geweest. Het is zeker dat je na een paar pogingen alleen bent gaan vliegen. En niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk. Zo ben je gevlogen naar de EURAPS in Finland, waar je je eerste internationale presentatie hebt gehouden. Daar was je nog bezig om te leren vliegen. En je was super zenuwachtig. Maar vervolgens ben je naar Bologna gevlogen voor de WSRM, de World Society of Reconstructive Microsurgery, en naar Florida voor de American Society of Reconstructive Macrosurgery. Wat een prestatie was daar. Je was de expert. Ik heb zo genoten van je presentatie. Je hebt zoveel complimenten gekregen, weet ik nog. En dan, met de steun van de Travel Grant en met de onmisbare steun van Gro, heb je de tijd gehad om naar Zweden te vliegen. En weer een project te starten. En we zijn heel dankbaar aan dokter Mani, thank you, voor deze mogelijkheid. Daarna kwam COVID en dus je kon niet verder naar andere landen gaan. Want dat was het plan. Je bent toch doorgegaan met hard werken om je projecten af te maken en daarbij nieuwe studenten te begeleiden. Annie, wij zijn heel trots op jou. In je boek heb je een stelling van mij gezet. Je kunt dingen doen
en dingen goed doen. Ik was echt vereerd. En je boek bevestigt dat je heel serieus deze stelling genomen hebt. Toch wil ik graag dat jij een andere stelling van mij onthoudt. Een stelling die je ook vaak gehoord hebt. Het is niet belangrijk hoeveel keer je valt, maar alleen hoeveel keer je weer opstaat. En ik weet zeker dat jij gaat weer opstaan tot en met je bereikt wat je wilt in je leven. Mijn rol als jouw begeleider eindigt hier. Vandaag, met deze geweldige prestatie. Maar je weet me te vinden als je me nodig hebt. En ik hoop dat in je leven alles bereikt dat je wilt bereiken. Hartelijk dank. Dr. Bijkerk, het is mij ook een genoegen om namens de universiteit me aan te sluiten bij deze felicitaties. En die ook uit te breiden naar uw familie en geliefden en kennissen. Ja, een mooi moment. Een alumnus uit Leiden, begrijp ik, las ik in uw boekje. Ja. En dan is het heel mooi dat u ons hebt uitgezocht om uw academische opleiding af te ronden en uw dokterstitel te behalen. Want ja, dan bleef je toch voor altijd aan Maastricht verbonden. Dank daarvoor. En ook dank voor de revenue die ons dat oplevert van Rijkswegen. En die we helemaal alleen mogen houden, want u bent geen buiten promovendus, dus nou, mooi meegenomen. Dank daarvoor. En ik wens u ook veel succes in uw toekomstige loopbaan en zo'n dokterstitel helpt natuurlijk al aardig. Dan ga ik over tot het bedanken van onze gasten van elders. I thank our guests from far away. First of all, Dr. Mane. She has the prize for the farthest coming. And then next, I think Professor Werker, he comes from Groningen. I know that it's a long trip. I started my professional career as a surgeon in the Groningen hospitals, not being trained there, but okay, but I started there my career. And I know it is a long trip for you. Thank you for coming. And the same applies to Professor Mureau. And that brings me to thanking you also, because you offer us a reception, I heard. Yes. And we are going there in a moment. Some practical points. We make still a picture of our group and the candidate. And we do that outside on the staircase. Als we tenminste een fotograaf hebben. Wie? Daar staat. Ja, oké. Wij gaan zo dadelijk dus in een officiële stoet naar buiten. Maar de mensen die in de zaal zitten, kunnen dan, mogen wel even kijken bij de foto maken. Maar makkelijker is als ze vast naar de refter gaan. Daar waar de, nou, wat zou het zijn om deze tijd, bitterballen, een biertje, dat soort dingen, klaargezet worden. Misschien wel vlaai, dat zou prachtig zijn, maar we zien het wel. We gaan nu dus deze sessie sluiten. We gaan de zaal verlaten in een optocht en u gewoon op uw gemak naar de refter. En wij gaan nog even die foto op de trap maken voor het nageslacht. Ik sluit hier bij deze academische zitting. Thank you.